Ja, bijna aan de beurt, hè. Ja, ja, mag hier aansluiten. Wilt u een beetje aan de kant, ja, voor de goede doorstroming? Ja. Als security coach bereid ik de mensen voor op de security controle. Wat ze moeten doen en wat ze vooral niet moeten doen. De mensen, de passagiers, gastvrij ontvangen. Op hun gemak stellen, hun de weg wijzen. Het eerste vraag ik ze om hun jas uit te doen, mochten ze een jas aan hebben. Die jas kunnen ze zo in de bak leggen, hun zakken leegmaken en hun paspoort houden ze meestal in hun hand. Dat vraag ik om in hun tas te zetten. Alle vloeistoffen en alle elektronica, laptop, iPad en toebehoren mogen in de tas blijven. Goedemiddag, good afternoon. Please empty your pockets. Ik krijg dagelijks complimentjes van u blijft rustig. Ook al is het nog stressvol. Jullie doen het goed hoor, jullie doen het goed. Ja, ik was blij. Weet je, ik vind het dankbaar werk. Want je helpt die mensen. Sommige mensen zijn nog nooit op vakantie geweest. En dan help je ze, weet je wel, door het voorbereiden en zo. Dan weten ze tenminste wat ze moeten doen. Goedemiddag, mag ik hier achter aansluiten? Oké. En ook petjes af. U mag uw paspoort in uw tas opbergen. Het is belangrijk dat we de mensen voorbereiden hier op Schiphol. Want als ze bij de controle komen, dan is de helft van het werk al gedaan. Ze hoeven alleen maar in de bakjes de spullen te leggen en het is een soepeler verloop. Komt goed. Chill. De security controle is heel belangrijk voor de veiligheid van de passagiers, zodat iedereen veilig op vakantie kan.